15. Dus we gaan het nog een beetje opschroeven. En dit waren de burpees. En die komen terug. Niet vandaag, nee. Maar wel deze week. En omdat het week 3 is, hebben wij dus ook 30 seconden workout. 10 seconden rust. Maar er komt wat bij. In plaats van 5 oefeningen hebben we nu 7 oefeningen. Ja? Dus maak je maar nat. Oké. We gaan uitleggen. We gaan uitleggen. Nou, een aantal van de oefeningen die hebben jullie al zien langskomen. Die kennen jullie al. Ja. Maar toch even uitleggen waar je op moet letten bij jouw houding. Ja. Oké. De eerste jumping jacks. Je weet hoe die gaat. Maar let erop dat je ook je hielen gebruikt. Ja. Lunge en step back. Even van de zijkant. Je leunt naar voren. Kom door je knieën weer naar achter. Je blijft laag. Stap, achter, op en terug. Stap, laag, af en terug. Dus als je terugkomt, blijf je lekker laag. Ja? Dan jump squat. Kennen jullie ook? Jump en squat. En steeds lager natuurlijk, hè? Dan Sarah. We hebben een skate en een lateral lunge. We doen 3 skates met een lateral lunge. Nou, let op. We hebben zo 1, 2, 3 hold. Hier, billen zijn achter. Je knieën gaan niet voorbij je tenen. En je komt hier op meteen door in die skate. Hold het weer. Hier, strek je been. Strek je been en op. Yes. Daarna hebben we een crunch. Een C-crunch. En dan strekken we hem uit. Nog een crunch en dan weer terug. Dus je brengt, je hebt je tenen op de grond. En je brengt je benen naar je heuplijn en je komt omhoog. Hier, kom omhoog. Kijk richting het plafond. Dan strek je hem uit. Kom weer in die crunch. En plaats je tenen op de grond. Ja? Dus op. Hier. Op en weer terug. Ai, ai, ai. Hip bridges. Blijf lekker liggen. Plaats je hielen dicht bij je billen. Deze hebben we al een aantal keer gedaan natuurlijk. En je brengt je heupen zo hoog mogelijk. Maar we blijven een beetje bovenin vandaag. Dus we hebben wel singles. Maar je blijft bovenin. Knijp in je billen. En knijp ook extra in die buik. 2 vliegen in 1. Klap. Daarna hebben we als laatste 2 push-ups en een side plank. Laat hem even van de voorkant zien. Je pakt hem wat wijder. Dat zo hier. En je gaat 2 keer naar beneden. En je komt in die side plank open up. En weer terug. 2 push-ups. En open up. Zorg dat je rug recht is. En vind je dit nou nog steeds een beetje te zwaar, dan kan je hem natuurlijk op je knieën pakken. Maar we gaan voor de tenen. In week 3. Yes, dat zijn de 7 exercises die we hebben. En we wensen jullie heel veel succes en wij gaan beginnen. Yes. Don't leave me hanging. Let's warm up. Lekker warm worden. Ja, oké, kom maar. Stappen. Want we gaan er weer voor. En bijt. En smal. Nog een keer bijt. En ik ga je een sidestep. Hou de lekker tempo erin. Armen goed mee van voor naar achter. Plaats goed die voeten op de grond. Nog 4. 3. 2. En hop, stop. Oké, kom even buiten je heupen. We gaan naar de squat. Even opwarmen van de bovenbenen, de billen, rug, buikspieren. En squat pak je heel veel spieren. Ja. En nog 4, 3, 2, en 1. Even een lunge. Oké. Lunge, stap terug. Stop. Alleen even opwarmen, dus je hoeft niet heel diep. Je komt zo. Ja. Twee aan de andere kant. En de laatste 2. En rennen. Want dan worden we echt warm.
gewoon. En dat was. Oké, even je schouders warm. Voor die push-ups te komen. En achter. En that's it. Ready. Ready.
zag je de snelle wissel die we hebben gedaan? Jullie en wij. Ja. Oké, soms kwamen we niet eens toe aan het uitleggen. Maar we gaan ervan uit dat jullie wel snappen bij de tweede ronde sowieso wat er komt. Ja. Dus deze gaan we voortzetten, hè? 7 exercises, 30 seconden workout en 10 seconden rust. Ja. Yes. Oké, we zien jullie morgen weer bij dag 16. Bye bye. Doei.